Goedenavond, dames en heren. Een minuutje te vroeg. Het mag ook wel eens gezegd worden dat we best wel snel kunnen. Van harte welkom bij deze oriënterende ronde. Met twee meningsvormende onderwerpen. En natuurlijk de rondvraag en de sluiting waar we straks aan toe hopen te komen. Eerste vaststelling van de agenda. Kan iedereen daarmee leven zo? Dat is fijn. Spreekrecht heeft zich niemand voor gemeld, dus wat mij betreft kunnen we gelijk naar agenda punt 4. En dat is de tussenevaluatie van het armoedebeleidsplan 2014-2017. En mijn vraag zou zijn wie daarover het woord zou willen voeren. Meneer Bakhuis zie ik, meneer Wilts, mevrouw Luiten, mevrouw Hansen. We beginnen bij mevrouw Luiten. Het is soms wel eens zo dat de batterijen van die dingen leeg zijn. Ja, hij valt ook nu weer uit. Wellicht dat u het beste even een andere microfoon kan pakken. Het lijkt wel een soort persconferentie nu. Deze, ja. Deze doet het, want die is groen. Is goed. Het gaat helemaal goed met de camera. Wellicht is het voor de mensen thuis dan toch het mooiste dat u eventjes van stoel ruilt. Ja, ik vind het heel vervelend, maar... Het is zo'n avond, heb ik het idee. Ja. Het is ook jammer als de mensen thuis denken dat Hans Klok spreekt. Nou, goed, aan u het woord, mevrouw Luiten. Ja, als ik nou nog maar weet wat ik wilde zeggen. Goed, dank u wel, voorzitter. Het is gelukt. Ik ben zowel in beeld als te horen, dat is fijn. Namens de PvdA-fractie hebben we natuurlijk de tussenevaluatie... heel aandachtig gelezen. Voor ons is het een belangrijk onderwerp. Dat hebben we ook al vaker aangegeven. En we zijn op zich heel blij met deze manier van rapporteren. Het is heel prettig, vonden wij als gemeenteraad, om zo halverwege de periode te kunnen zien... wat is het terechtgekomen van de dingen die de gemeenteraad heeft besloten 2 jaar geleden. Wat de opdracht was feitelijk aan het college. Wat moet er nog? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dat om te beginnen... En we zijn ook blij om te zien dat eigenlijk de meeste opdrachten, noem ik het dan maar even, die het college heeft ontvangen, dat daar een eind mee op weg is gegaan. We hebben uiteraard, het kan bijna niet anders, altijd een aantal vragen. En dat is een paar onderwerpen. Ten eerste, wat ons opviel was dat u schrijft dat 3/4 van de bedrijven in Hardenberg te maken heeft met loonbeslag. En dat 79% van de bedrijven in Hardenberg te maken heeft met medewerkers die last hebben van... last hebben, dat klinkt tot vreemd, maar die te maken hebben met zorgen of schulden. Als u dat weet, en we zien ook dat daar activiteiten op ondernomen zijn... maar die mensen, het is misschien een goede route om die mensen ook te bereiken. En misschien zijn de bedrijven ook een interessante partner bovenop alle andere ketenpartner, zoals dat dan zo mooi heet. Dat wat betreft, dus dat is een vraag. Doet u daar iets mee en of bent u van plan om daar nog iets mee te doen? En zo ja, wat dan? U stelt in de nota een aantal vragen, bijvoorbeeld het verlagen van de leeftijd voor de participatie van kinderen, hè, naar 5 jaar. Dat zijn wij natuurlijk heel enthousiast over. We vroegen ons wel af waarom is het 5. En niet 4, want ik kan me voorstellen dat daar ook al activiteiten te doen zijn. Een belangrijk puntje wat ons betreft is die collectieve zorgverzekering. Want u schrijft daarover alsof dat een heel positief ding is, hè, dat de gemeente dat aanbiedt aan mensen met een smalle beurs. Vervolgens schrijft u in de evaluatie zelf ook dat lang niet iedereen meedoet omdat de kosten te hoog zijn, omdat het eigen risico te hoog is, dat een aantal dingen niet vergoed worden. Dus wij vroegen ons af hoe gunstig die collectieve zorgverzekering nou eigenlijk dan wel is. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat we, dat omdat die niet zo gunstig is, een soort groep onverzekerden in Hardenberg creëren. Want dat zouden we toch wel heel erg vinden als Partij van de Arbeid. Een ander puntje wat ik niet tegenkom, maar waar wij het hier in deze raad wel vaker over hebben gehad, is dat uit alle onderzoeken blijkt altijd dat armoede ook leidt, vaker leidt tot ongezond eten. En dat dat op termijn weer leidt tot allerlei ziektes en dus ook hogere kosten voor de zorg, maar in ieder geval ongezondere mensen, laat ik het zo zeggen. En zeker voor kinderen zou dat natuurlijk
heel schadelijk kunnen zijn in de groei. Dus we vroegen ons af of u daar nog van plan bent of daar nog beleid op wil of gaat ontwikkelen. En het laatste punt, en dat kom ik niet zo tegen. We lezen toch heel vaak dat door al het enorme stapeling van alle regelingen waar minima mee te maken krijgen, de situatie A niet overzichtelijker wordt. Daar heeft u allerlei ondersteuningsmaatregelen voor getroffen. Maar wat mij toch altijd bezighoudt is dat je ook vaak hoort dat als een ambtenaar in een situatie wel zou willen helpen, maar dat hij dat niet kan. Omdat het er net een regeltje of een subparagraaf of een voetnoot dit en met dat. Of u valt net in deze categorie en dan mag het weer net niet en anders wel. En wij vragen ons af of Hardenberg, zeker met onze slogan, namelijk gewoon doen. Of we daar nou niet eens een keer wat in zouden kunnen experimenteren. Ik weet niet of het zo is in Hardenberg dat uw medewerkers daar in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dat zou ik graag van u horen. Als u zegt nee, we kunnen alles doen wat we willen. Nou, prima, dan hebben we het hier kennelijk goed geregeld. Maar als u zegt, nou, de discretionaire bevoegdheid van mijn ambtenaren zou wel wat ruimer kunnen, dan horen we dat heel graag van u. Dat is het eventjes voor nu. Oké, dank u wel. Gaan we naar meneer Wilts. Ik sluit in ieder geval aan bij de beginwoorden van U moet even uw knopje indrukken, meneer Wiltz. Ik sluit in ieder geval aan bij de beginwoorden van mevrouw Luiten. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie vindt dat de tussenevaluatie armoedebeleidsplan 2014-2017 een goed document is. Helder en duidelijk geschreven. Het is ook zodanig informatief wat goed weergeeft hoe de situatie in Hardenberg is en welke voorzieningen en regelingen er zijn. We hebben nog enkele vragen en opmerkingen. Allereerst over de kledingbank. We stemmen er van harte mee in dat de kledingbank structureel 6500 euro ontvangt. En de kledingbank kan zodoende volgens mij ook, volgens ons ook voorbestaan en hun belangrijke bijdrage blijven leveren. Dan over de financiële schuldhulpverlening en dienstverlening. De evaluatie van de schuldhulpdienstverlening zou in 2014 worden uitgevoerd, maar deze is uitgesteld vanwege de decentralisaties en de wijkteams, de komst van de wijkteams. En in de grijze blokken, pagina 16 en 17, zeg ik er maar even bij, wordt aangegeven dat deze evaluatie en het onderzoek naar de kosten in het eerste deel van 2016 plaatsvinden. En dat de uitkomsten worden meegenomen in zowel het huidige als het toekomende beleid. We hebben echter niets gelezen over de uitkomsten van die evaluatie. Dus die zullen er volgens ons nog niet zijn. Hoe moeten we het dan betrekken bij deze tussenevaluatie? Ik hoor dat graag. De intake van de voor de schulddienstverlening neemt de gemeente weer in eigen hand. Dat vinden we een prima zaak. Hoe eerder, hoe beter. Want het is laagdrempelig en kunnen beter koppelingen en verbindingen worden gelegd. Ook zal hierdoor de aanvraag een bijzondere bijstand wel eens drastisch kunnen verlagen. Ik heb dat wel eens gehoord in andere gemeenten, dus daar hopen we dan maar op. De ChristenUnie vindt dit dus een goed voorstel en we omarmen dit. Een vraag met betrekking tot schuldhulpverlening hebben we wel. Er is nu sprake van een wachtlijst. Of is er nu inderdaad sprake van een wachtlijst? En zo ja, hoe lang is die wachttijd? Tot slot, in hoofdstuk 5 worden diverse regelingen opgezomd. En om het gebruik van de regelingen te stimuleren, pleit de ChristenUnie voor overzichtelijke en begrijpelijke regelingen, procedures, formulieren en ook makkelijk bereikbaar zijn van die formulieren en dergelijke. Zodoende kan volgens ons de doelstelling om het bereik van de voorzieningen met 5% te willen laten stijgen worden gehaald. Graag horen we van de portefeuillehouder of hij hiervoor nadrukkelijk zorg draagt. Onze ervaring is inmiddels wel dat begrijpelijke taal wordt opgezet bij ook bij alle informatie over het gebiedsteams, maar we leggen hier met name nog even de nadruk op. We hadden nog enkele technische vragen gesteld en die zijn naar tevredenheid beantwoord. Eerst tot zover. Oké, dank u wel. Mevrouw Hansen. Mevrouw Kelder ook. Sorry, ik had u over het hoofd gezien. Excuus. Dan gaan we eerst naar mevrouw Kelder.
Dank u wel, voorzitter. Opkoers.nu is ook blij met dit tussenevaluatie van het armoedebeleid. We hebben het gelezen, we vonden het een goed document, helder en ook aangevend wat nog verder ontwikkeld wordt. En we zijn natuurlijk ook blij dat de participatieraad positief advies heeft gegeven. En in die zin kunnen we dan ook akkoord gaan. Nou, dat is bijna al een stemverklaring. Gaan we nu toch even naar mevrouw Hansen. Ja, hij doet dit. Ook wij hebben dit stuk met belangstelling gelezen en zijn ook blij met merendeel van de inhoud ervan. Een aantal vragen zijn al gesteld door met name de ChristenUnie en de PvdA. Voor mij staat er eigenlijk nog één ding open en dat is het bereik, zowel van volwassenen als kinderen en met name kinderen. Ik heb even snel uitgerekend dat er 13% nu bereikt wordt met het Sociaal Sportfonds. Cultureel fonds en sportfonds. In het stuk wordt al gesproken over een aanzienlijke toename, waardoor dus ook een grotere druk op het budget komt. Hoe groot is het risico dat het fonds uitgeput gaat raken als de doelstelling van beter bereik en directere communicatie gaat leiden tot toename van vraag? Dat was hem. Oké, dank u wel. Meneer Bakhuis. Nou, ik sluit me graag aan. Het CDA vond het ook een helder stuk. We hebben het met belangstelling gelezen, met name ten aanzien van de positieve insteek. En getuigend ook van veel ambitie voor de periode 2016-2017. We hebben gezien dat de ingediende motie van het CDA met betrekking tot het verlagen van de leeftijd voor aanvragen bij het sportfonds opgenomen is in het voorliggende raadsvoorstel. En daar werden we natuurlijk blij van. En ook valt het ons op dat het punt dat onze fractie al vaker aan de orde heeft gesteld, namelijk het voeren van een eigen regie door de gemeente als het gaat om de toegang tot de schulddienstverlening in plaats van gebruik te maken van GKB, onderdeel is van dit raadsvoorstel. Een speciaal aandachtspunt willen we toch graag aan het college voorleggen, namelijk het feit dat volgens dit document op 1-1-2013 een vijfde deel, en dat staat dan op pagina 13, van de kinderen in Hardenberg in gezinnen leeft met armoede. We vinden dit veel. We begrijpen dat dit getal raakvlakken heeft met allerlei beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, het hele sociaal domein, etc. En we zijn dan ook erg geïnteresseerd in de zo mogelijk meetbare effecten van de beleidsvoorstellen zoals we die lezen in deze tussenevaluatie. En dan in het bijzonder het voornemen te komen tot een participatiefonds waarbij met name de kinderen ondersteuning kunnen krijgen op onder andere het gebied van onderwijs. Ten slotte nog een vraag. Deze evaluatie geeft gegevens van 1-1-2013 met betrekking tot de kinderen die in armoede leven. En we zijn ook erg benieuwd of er misschien recentere gegevens zijn, want dat zou de input moeten zijn voor het komende participatiefonds. Tot zover. En last but not least, mevrouw Baarslag. Dank u wel, voorzitter. Nu even in beeld, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk, wij hebben het stuk al goed gelezen en we hebben daar toch een paar vragen over. Eerst een praktische vraag, want in de andere sessie wordt het gezondheidsbeleid behandeld. En we vragen ons af of dat niet beter in de toekomst gezamenlijk kan worden behandeld, omdat er dan kleine fracties er toch wat moeite mee hebben. Dus dat zou ik eerst even willen uitzetten. Dan de participatieregeling voor kinderen en jongeren. Daarnaast komt ook naar voren dat bijna de helft van de gemeente de inkomensgrens voor het kindpakket heeft verruimd naar een percentage boven de 110% van het sociaal minimum. Vaak is dat 120%. En bij verschillende gemeentes is er tevens sprake van maatwerk waarbij niet naar het netto inkomen, maar naar het besteedbaar inkomen wordt gekeken. Bijvoorbeeld vanwege het schuldenregime. Nou, als we nou maatwerk willen leveren, is het dan niet verstandig om meer voor te sorteren op het vrij besteedbaar inkomen? Dat je eerder grip hebt op die groep mensen. En zou hier ook niet bijvoorbeeld een preventieve werking van uit kunnen gaan? De voedselbank. Zou het niet zo kunnen zijn dat we als doelstelling hebben dat de voedselbank moet worden opgeheven?
Het is maar een vraag, maar ik denk dat als je daarnaar streeft, dat het eigenlijk veel beter uitpakt voor alle mensen. Financiële schuldverlening. Het terugbrengen van de duur van het budgetbeheer van maximaal 5 naar 3 jaar. Waarbij voor het derde jaar een expliciete go-no-go door de gemeente moet worden afgegeven. Ja, die schulddienstverlening. Wij vragen ons af waarom dat nou zo zou moeten. Kijk, als het loopt en het loopt goed, dan kan het binnen 2 jaar afgelopen zijn. Waarom zet je daar nou expliciet die 3 jaar bij? Soms is het traject heeft wat meer tijd nodig. En om nou te voorkomen dat de mensen weer terugvallen in hun oude situatie, denken we dat je misschien toch niet het jaartal erbij aan moet geven. Dus misschien wat meer maatwerk. En dan de stappen zetten. In 2016 en 2017 staat dat de nazorg, na afronding, budgetbeheer verder vormgegeven moet worden. En onze vraag is eigenlijk, de VVD vraagt zich af of het niet tegenstrijdig is met de normering van die 3 jaar. Is er minder kans op herhaling? De evaluatie van de financiële schulddienstverlening, moet die uitgevoerd worden in 2014? Staat in dat stuk? Leek ons een beetje vreemd. Het minimabeleid, de regelingen voor de komende periode, geldt dat we jaarlijks het bereik van voorzieningen met 5% willen laten stijgen. Ja, dat moet je feitelijk ook niet willen, hè, zoiets. Het is dezelfde vraag als de voedselbank. En in zijn algemeenheid vinden we dat het beleidsstuk, dat tref je toch een aantal keren aan, dat mensen meer willen bereiken. Dat we meer mensen willen bereiken die een beroep kunnen mogen doen op de voorzieningen. Dat zou toch geen doel op zich moeten zijn? Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Baartslag? Jazeker. Met name over het laatste punt. Het lijkt me dat het nou juist wel een doel zou moeten zijn van het beleid. Als het idee is achter het beleid dat we armoede de gemeente uit willen hebben, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk arme mensen bereiken om die daarvoor in aanmerking komen. Nou, dat lijkt mij ook. Alleen als je er nog meer effect op gaat zetten om mensen te bereiken die een beroep mogen doen. Je gaat dus eigenlijk mensen enthousiasmeren om een beroep te doen op. Terwijl we eigenlijk vinden dat ze zelfredzaam zouden moeten zijn. Dus om dat nou te enthousiasmeren, dat vonden wij een beetje te ver gaan. Althans, dat begrijpen wij eruit. Ik kan me dat in vrijwel alle regelingen voorstellen, maar uitgerekend op dit terrein hoop ik toch ook dat u samen met mij het ermee eens bent dat als we soms mensen moeten enthousiasmeren die zo in de problemen zitten, dat ik het veel gevraagd vind om van dat soort mensen te verwachten dat ze alle regelingen die de gemeente aanbiedt A, weten te vinden, B, zomaar even invullen en ook nog kunnen beoordelen. Dan zou ik zeggen dat het college absoluut onze volledige steun heeft om die mensen absoluut wat actiever op te zoeken. Ja, weet je, onze ervaring is, en zeker in het verleden, dat de mensen die het echt nodig hebben eigenlijk veel te veel schroom hebben om die drempel over te gaan, om zich te melden. Als je dat ermee naar boven kan halen, is dat prima. Maar als je dan mensen gaat enthousiasmeren om, nou, we zitten net op de valreep, doe nog even een beroep op de mogelijkheden bij de gemeente. Dat zouden we een verkeerde uitgangspunt vinden. Helder. Maar mevrouw Baartslag, het is toch een feit dat op het moment dat er regelingen zijn waar mensen vanwege hun situatie recht op hebben, dat je die regelingen ook toegankelijk maakt voor die mensen. En dat betekent dat je erover communiceert en dat je mensen wijst op het bestaan van die regeling. En niet stiekem maar geld hopen op te potten en te bewaren voor andere dingen die misschien soms onzinnig zijn. Maar eerlijk gezegd, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de mensen die het echt nodig hebben, hier waarschijnlijk niet bereikt op die manier. U heeft het net gehad over de mogelijkheden van mensen die onder water staan, die bij bedrijven die bij een loonbeslag hebben. Ik weet niet of dat met de privacygedachte wel mogelijk is, maar ik denk dat je daar ook meer naartoe moet. En je kan wel enthousiasmeren, kom naar de gemeente, want we hebben een aantal regelingen. Ik weet niet of je de juiste mensen er dan uit haalt. Dat is een beetje de gedachte erachter. Helder. Ik denk dat het ook een beetje gaat over hoe je dit leest. En wellicht is het beste om dat gewoon eens aan de wethouder te vragen. En wellicht kan die dan ook gelijk antwoord geven op alle andere vragen. Voorzitter, mag ik nog even
Geeft dat nog weer een nieuwe invulling aan de discussie of is het een herhaling van zetten, meneer Wils? Wilt u wel dan even uw knopje indrukken? Ja. Gaat dan even over de voedselbank, waaruit ik begrijp dat ze die wil laten opheffen. Mijn vraag is waarom? Ondanks hebben we daar nog een werkbezoek gebracht. En als ik zie wat die allemaal voor mensen doen die echt zwaar in de armoede zitten, dan denk ik van, lijkt me niet raadzaam om die op te heffen. Maar misschien hebt u daar een andere doelstelling voor. Mijn ervaring met de voedselbank in het verleden is wel degelijk dat mensen daar heel veel baat bij hebben. Maar ik heb natuurlijk ook gehoord bij heel veel mensen dat ze veel schroom hebben om daar naartoe te gaan. Ja, een voedselbank zal een van de middelen zijn die je in kan blijven zetten. Maar eigenlijk moet je ernaar streven dat mensen op een andere manier en niet bij de voedselbank terecht hoeven te komen. Goed. Dan wil ik nu toch echt het woord geven aan de wethouder, meneer De Vent. Ja, hij doet het. Ja, gelukkig. Ik vond het wel een mooie discussie, moet ik eerlijk zeggen. Maar even terug naar het beleid. We hebben in 2014 dit beleidsdocument vastgesteld. Ook met de uitgangspunten die helder zijn verwoord. En ik dank ook, ik krijg veel mensen compliment voor de wijze van het opstellen. Want het is heel veel informatie, maar hoe breng je die informatie nou beknopt terug naar de kern? Dat is... Er zijn ze in ieder geval hier binnenshuis goed in geslaagd. Naast mij Janine Dijk, die nog recent, nog niet zo heel lang in dit onderwerp betrokken is, maar zich dagelijks daarvoor inzet, samen met heel veel andere partijen in onze samenleving. En dat levert dan ook in die zin concrete en duidelijke informatie op, met natuurlijk heel veel vragen. Even naar ons beleid ter inleiding. We hebben juist gezegd, we willen proberen om veel meer in de preventieve kant van schulden te komen, door informatie, voorlichting. Daarvoor hebben we ook destijds, dat weet u nog, enkele jaren geleden de Eurowijzer in het leven geroepen. We hebben gezegd, op het moment dat mensen te maken krijgen met echt vraagstukken rondom geld, zonder dat ze in de schulden zitten, dan moeten ze laagdrempelig ergens terecht kunnen. Nou, we hebben gemerkt dat de Eurowijzer een laagdrempelige voorziening is, die die mogelijkheid ook gewoon biedt. Het aantal trajecten neemt fors toe. Bij de Eurowijzer, even voor uw beeld, zit één betaalde coördinator. En voor het overige zijn het allemaal vrijwilligers. Dat zijn goed geschoolde mensen die via budgetteams mensen helpen, op weg helpen. Op weg bij hun financiële vragen. Zonder dat er sprake is van een schuldhulpverlening of een schuldhulpverleningstraject via bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank. Datzelfde traject hebben we ook met Humanitas. Dat kent u wellicht. De thuisadministratie van Humanitas bestaat ook al heel lang. Dat heeft qua organisatie het wat moeilijk gaat de afgelopen 2 jaar. Maar dankzij de inzet nu van de betaalde coördinator is ook dat weer heel goed op gang gekomen. En in feite een aanvullende voorziening ook voor de Eurowijzer. En op die wijze proberen wij te voorkomen dat mensen in een dure schuldhulpverleningstraject terechtkomen. Want u heeft zelf kunnen zien wat wij jaarlijks uitgeven aan betaalde schuldhulpverlening via de gemeentelijke kredietbank. En dat is geen verwijt naar de kredietbank, want die probeert dagelijks met man en macht te proberen om mensen zo snel als mogelijk weer uit die problemen te helpen en ze zelf redzaam te maken. Want dat is nog een ander aspect. Het blijft natuurlijk altijd in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iemand zelf. Hè. Laat dat ook helder zijn. Dat we niet zitten te pamperen, maar dat we proberen met de voorzieningen mensen weer die zelfredzaamheid te geven en te bieden die ze hard nodig hebben. Dus preventie, daar gaat het ons om, ook voor de komende jaren met name. Terugbrengen dus van die dure schuldhulpverlening. Voorkomen dat mensen uiteindelijk terechtkomen, dat heeft u zelf kunnen zien. In beschermingsbewind, want als ze in beschermingsbewind komen, of een bewindvoerder krijgen, nou, dan is het echt, dat is wel ongeveer het laatste middel, want dan kom je in de wettelijke schuldsanering terecht. En dan heeft iemand te doen met leefgeld van een paar tientjes per week. Zo simpel is dat. Het is een keiharde regeling. Die duurt 3 jaar lang zelfs volgens mij, in totaal. En dat willen wij dus zien te voorkomen. Dus we willen terug. En wat doen wij dan? We zetten vooral nu in op informatieadvies, via onder andere ook weer de Eurowijzer. Even voor u als voorbeeld. We hebben ook met scholen contact gehad. We willen ook inzetten op onderwijs, om met name ook voortgezet onderwijs, mbo-onderwijs, om met studenten en leerlingen in gesprek te komen over de waarde van geld, maar met name ook de risico's van geld. We merken zelfs ook bij ouders heel veel belangstelling daarvoor. Een collega van de Eurowijzer was niet zo lang geleden op een ouderenavond een basisschool ergens hier in de gemeente. Dat ging eigenlijk over informatie over een lespakket voor kinderen, over geld.
En een paar dagen later werd ze gebeld door ouders van de kinderen. Want die ouders zeiden van, wil je ons alsjeblieft helpen? Want wij zitten eigenlijk vast. Dus we hebben eigenlijk wat bronnen ontdekt waarvan wij zeggen, daar zit heel veel potentieel risico als het gaat zeg maar, om toekomstige schulden. Want heel vaak ook blijkt dat kinderen die zelf opgroeien in schulden ook later zelf te maken krijgen met schulden. Dus wij proberen steeds meer aan die voorkant te komen. Dat is een geweldig grote uitdaging, want je hebt altijd nog te maken met taboe hè, op schulden. Niemand wil graag naar buiten hebben of vertellen dat hij daarmee te maken heeft. Dus wij proberen juist dat taboe, die taboe weg te halen bij mensen door die laagdrempelige voorziening te bieden. En te voorkomen dat uiteindelijk de deurwaarder 10 keer aan de deur komt en uiteindelijk niks kan halen. En in sommige gevallen zelfs, je hebt kunnen lezen, tot huisuitzetting zou kunnen leiden. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat je zou willen. Dus dat is onze visie voor de komende tijd. U heeft ook gevraagd van, ja, er zijn nog een aantal regelingen in ontwikkeling. Dat heeft wat langer geduurd, maar ook omdat wij hebben gezegd, we willen heel goed kijken. Als we bijvoorbeeld de intake naar onszelf gaan halen, welke specialismen vraagt dat van ons als gemeente? Want die intake moet je eigenlijk ook weer koppelen aan de samen doen teams intake, vinden wij. Want het gaat namelijk over om inzicht te krijgen in die verschillende levensgebieden van mensen. Want financiën kan wel uiteindelijk een symptoom zijn, maar de oorzaak van iemands problematiek kan wel op een heel ander vlak liggen. Dus je moet het wel in de breedte ontwikkelen. En daarom hebben we ook gezegd, we vinden de kennis en know-how van een gemeentelijke kredietbank, die hebben uitstekende intakers, vinden we belangrijk en die gaan we ook de komende tijd inzetten. En op welke wijze we dat doen, dat weten we nog niet, maar daar hebben we nog gesprekken over met de directeur. Zodat onze mensen ook die techniek onder hun hoede krijgen. Zodat ze straks vanuit die samen doen gedachte proberen die integrale vraag te benaderen. En zo werken we ook met al die partijen samen. En wat ik wel mooi vind, en dan zal ik tenslotte naar de vraag en beantwoording gaan, voorzitter. Om te melden is dat wij met heel veel organisaties hierin samenwerken. Ook met commerciële partijen. Dus we hebben ook een raadpleeggroep, hè, die heeft u zelf kunnen zien. Vanuit de bankenwereld, vanuit een deurwaarderskantoor. Dus de commerciële kant zit er ook met name in om ons ook te adviseren op bepaalde vraagstukken. En we werken heel nauw samen natuurlijk met onze maatschappelijke organisaties op dit terrein. Humanitas, maar ook de STU. En heel veel partijen die ons helpen op weg naar beleid wat past bij onze gemeente. Maar we hebben wel te maken met het vraagstuk van minimaal armoede in onze gemeente. En dat is redelijk fors, dat zal ik u wel vertellen, dat heeft u ook kunnen lezen. En dat lossen we dus ook niet vandaag en morgen op. Dat wil ik u ook wel even meegeven. Want ik heb wel gemerkt als portefeuillehouder dat schulden is een van de meest complexe problematieken op dit moment. Omdat je het maar voor een deel ook als overheid kunt beïnvloeden. En wat wij kunnen proberen is het voorkomen, zoveel mogelijk voorkomen van schulden. De goede informatie, educatie en voorlichting. En dan heeft het niet alleen te maken met schulden zelf, maar ook met andere leefgebieden. Het heeft vooral wat ons betreft te maken met levensstijl. Dan ga ik naar de vragenbeantwoording toe. Nou, de wijze van rapporteren heeft u gezegd, dank daarvoor. En de loonbeslag, mevrouw Luiten, ging erop in. Wij merken in gesprekken met ondernemers. We hebben vorig jaar een ondernemersontbijt gehad. We hebben specifiek over dit thema gesproken met ondernemers en gezegd van, hebben jullie ook binnen je bedrijf te maken met werknemers? Ik heb het hier over werknemers, want voor alle duidelijkheid, ongeveer 40% volgens mij van het aantal mensen wat nu in beroep doet op ondersteuning, dat zijn mensen met een betaalde baan. Dus dan hebben we niet eens over mensen met een uitkering. En er zijn natuurlijk wel de lage loonbanen, maar er zijn mensen die wel net allemaal op die rand zitten van wel of geen beroep kunnen doen op toeslagen, voorzieningen. En die vallen soms ook net tussen een wal en schip. Interessante groep om te blijven volgen. Met die ondernemers hebben we ook gesproken. En ja, ondernemers hebben gezegd, we hebben inderdaad in ons bedrijf te maken met een groep mensen. En de ene keer wat meer dan de ander. Afhankelijk ook van het soort bedrijf. Met mensen die te maken krijgen met loonbeslag. Dus dan probeert die werkgever voor zijn werknemer de zaken achter de schermen te regelen. Vaak lukt dat, soms lukt dat ook gewoon niet. Omdat er heel veel andere problematiek nog eens een keer thuis bijvoorbeeld speelt. Dus in die zin proberen wij voor de komende tijd ook het werkgeversdeel, de ondernemers in onze gemeente, te betrekken bij die vraagstukken. Want dat heeft ook alles te maken met preventie. Het voorkomen van schulden, want uiteindelijk als het niet lukt en iemand raakt zijn baan kwijt, dan volgt als het meezit een uitkering en dan komt hij vanzelf in de bijstand, de schuldhulpverlening. Nou, u kunt het wel uittekenen, denk ik. Dus wij gaan ondernemers nog meer betrekken bij dit vraagstuk. Uw vraag over de leeftijdscategorie van 5 jaar.
Waarom naar 5? Nou, volgens mij heeft de raad toen de motie ingediend. Destijds, ik kijk ook even naar meneer Bakhuis nog. Omdat 5 jaar volgens mij de leeftijd was waarop men met zwemlessen kon starten. En dat was ook een criterium om te zeggen, oké, dat is een vrij grote groep die nu niet in beeld komt. En als we die wel in beeld laten komen, dan hebben we de mensen die dat niet kunnen betalen de mogelijkheid om hun kinderen op jonge leeftijd zwemlessen te laten volgen. Dat was volgens mij het verhaal. En als het anders is, dan moet u het maar zeggen, want het was uw motie volgens mij. Mag ik daarop aan? Ja, even een korte aanvulling, voorzitter, van mevrouw Dijk. Wij hebben daarvoor ook zwemdocenten ook bevraagd van wat is de goede leeftijd om te beginnen met zwemlessen. Zij gaven toen aan als ze op 4-jarige leeftijd starten met zwemlessen, doen ze er een langere periode over om het zwemdiploma te halen. En die adviseerden dan ook om vanaf 5 jaar te starten met zwemlessen, zodat ook in die periode waarin de gelden worden verstrekt, ook het A- en B-diploma kunnen worden behaald, inclusief afzwemmen. Even aanvulling. En het ging te maken hier, maar het hier te maken nog met een totaalpakket. Hè, want dan heb je het best wel over een vrij groot bedrag wat mensen in één keer moeten betalen voor een pakket wat vroeger A, B en C was, volgens nog in mijn tijd, althans kan ik me herinneren. Ja, dat is lang geleden, dat klopt. De collectieve zorgverzekering. Dat is een terechte vraag van mevrouw Luit. Wij hebben wel gemerkt. Er is nogal wat veranderd in de afgelopen jaren in de collectieve zorgverzekering. Het is ook nog niet zo'n lang, een heel lang bestaand fenomeen volgens mij. Maar we hebben wel gezegd toen het kwam, we willen proberen om de risico's voor onze kwetsbare inwoners zoveel mogelijk af te dekken. Door een interessant verzekeringspakket aan te bieden aan mensen. Mensen met een laag inkomen, laat het helder zijn. Maar ook, dat heeft u toen vorig jaar volgens mij ook die informatie gekregen voor chronisch zieken. Want uiteindelijk is die WTCG-regeling, zoals u nog weet, veranderd. En is er ook, zijn de kosten voor chronisch zieken meer verzekerd zeg maar, in de collectieve verzekering nu. Waardoor wij vinden dat we best een aantrekkelijk, als je kijkt naar de markt, zeg maar, aanbod doen. Maar het staat natuurlijk iedereen vrij om ook daarvan gebruik te maken. Want er zijn meer zorgverzekeraars die aanbiedingen hebben. En als mensen lid zijn van een bepaalde verenigingen, bijvoorbeeld van een katholieke ouderenbond, ik noem maar iets. Dan kunnen ze ook met een forse korting gebruik maken van zo'n collectieve verzekering. En dan is het maar net de vraag, voor wie is het interessant? Ik zie een vraag. Maar... Meneer Mulder. Ja, de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt, is dat het Vitaal Vechtdal? Nee, dat is de collectieve zorgverzekering die wij bieden met 3 pakketten daarin. 3 gemeentelijke pakketten. En dat is van Achmea, hè? Dus dat is die verzekering, maar dat is weer wat anders volgens mij dan het Vitaal Vechtdal Polis waar u over spreekt. Ja. Ja, want daar kan iedereen op aansluiten. Dus, nee. Maar we zijn wel voortdurend in gesprek met onze, want we gaan nu weer toe naar een nieuw aanbod hè, voor 2017. Dus we gaan ook kijken, er stond ook in de tekst, heeft u kunnen lezen, van of er nog meer risico's zijn voor mensen om eventueel mee te verzekeren. Maar het aanbod en de keuze daarin, dat ligt natuurlijk, die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de persoon zelf. Alleen wij zeggen van, wij hebben gerekend met alle risico's voor de mensen die te maken hebben met een minimuminkomen en een kleine beurs. Het geldt niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook mensen met een kleine AOW. Hè? Want uiteindelijk gaat het niet alleen om mensen met een uitkering. En dat proberen we ook in een nieuwe verzekering straks een plek te geven. En we zien wel dat het aantal personen wat ervan gebruik maakt groeit. En op zich ook als je kijkt naar de benchmark, zeg ik maar... een toename is zeg maar als je het vooral regionaal en landelijk bekijkt. Dus in die zin denk ik dat we met onze zorgverzekeraar goed op weg zijn. Maar we hebben ook gezegd, stel dat er toch nog een andere zorgverzekeraar zou komen, met een veel andere en een beter en aantrekkelijker aanbod, dan kijken we natuurlijk altijd nog wel 2 keer voordat we ja zeggen tegen de huidige. Dus wij zijn heel kritisch op het aanbod. Mevrouw Luiten eerst even, want die had in eerste instantie de vraag gesteld over die zorgverzekering en dan meneer Bakhuis zometeen. Ik ben blij om te horen en eigenlijk heeft u mijn vraag al beantwoord. Want als ik het goed samenvat, dan gaat u met over de nieuwe zorgverzekering dan wel beter onderhandelen. Want in uw eigen stuk lees ik dat mensen nu zorg gaan mijden en afhaken. En dat kan natuurlijk echt niet de bedoeling zijn van een zogenaamd extra positief of extra gunstig aanbod. Klopt, maar dan maak ik wel een kanttekening bij. Want dat stond ook volgens mij in de tekst. Ze mijden vaak zorg omdat ze te maken hebben met een hoog eigen risico. Dus die €385, hè, dat is een fors bedrag.
Wat wij nu wel, dat staat ook in het stuk, hebben gezegd, wij bieden de mogelijkheid aan in overleg met de zorgverzekeraar om dat in termijnen te betalen. Dus als er echt een beroep op gedaan wordt omdat mensen zorg gebruiken, dan kunnen ze dat in termijnen betalen. Maar het blijft wel een discussiepunt, omdat we ook merken dat mensen zorg mijden. Ondanks het feit dat ze dat in 10 termijnen zouden kunnen betalen. Dat is ongeveer het verhaal. U maakt Bakkers nog eventjes ook over de zorgverzekering of een ander? Ja, de zorgverzekering. Meneer Bakkers. Ja, behalve de mensen die dus een beroep doen vanwege een inkomen. In onze fractie kwam ook te sprake in hoeverre die collectieve zorgverzekering solaas biedt voor chronisch zieken. Die dus best wel misschien een bepaald inkomen hebben, net op de rand zitten, maar kunt u daar iets over zeggen? Ja, volgens mij is het zo dat die vroegere regeling, de WTCG, werd tegemoetkomen in chronisch zieken en gehandicapten. En er was nog een andere regeling die ik niet meer zo op mijn hoofd weet. Er waren vroeger aparte regelingen waar mensen een beroep op konden doen. Maar die middelen zijn vervolgens overgeheveld naar de gemeente. Volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor. En die hebben wij vertaald zeg maar, in de verzekeringspakketten. Dus de voorzieningen voor mensen voor die groep, die zijn verzekerd in de pakketten die wij aanbieden. Mevrouw Luiten maakt ook de koppeling naar leefstijl, ongezonde leefstijl. En dat is natuurlijk een hele interessante, want ik zei net al, het vraagstuk van geld en armoede, dat zit me vaak op meerdere levensgebieden. En heeft ook te maken inderdaad met, want als je weinig geld hebt, misschien ongezonde voeding, je koopt niet meer sporten toe. Mensen zijn onvoldoende uitgerust om een studie of naar school te gaan. Kortom, alle ellende zeg maar, gaat zich dan op dat moment verzamelen. Daar proberen wij wel, ook in onze voorlichting, zeg maar, een plek te geven. Maar ik denk dat er nog wel een kans ligt. Want dan kom ik even bij mevrouw Baarsdag, daar ligt ook een koppeling met gezondheidsbeleid. Want we hebben het ook vaak over drugsbeleid en middelenbeleid. Maar wij proberen wel die verschillende terreinen wat meer aan elkaar te verbinden. Dus ook in onze voorlichting en informatie. Maar dat blijft wel een lastige, moet ik eerlijk zeggen. En er ligt natuurlijk altijd ook primair een taak voor de ouders. Laten we niet vergeten, als het gaat om kinderen, dat we de ouders maar even aan de kant zetten en zeggen van nou, wij lossen het wel even op voor uw kinderen. Die verantwoordelijkheid blijft ten altijd bij de ouders zelf. Ja. Nog een korte aanvulling daarop. Op dit moment zijn we ook met de voedselbank samen met een diëtistenpraktijk aan het kijken hoe we ook de pakketten van de voedselbank gezonder kunnen inrichten. En daarbij ook kunt u denken aan bijvoorbeeld recepten en andere zaken, zodat we mensen ook kunnen voorlichten daarover. Hoe je toch een gezondere maaltijd op tafel kunt zetten. Zo zit hij maar weer. Stapeling van regelingen. Ja, dat is natuurlijk altijd een lastige, want als je het hele palet van onze voorzieningen bekijkt, dan zeg je van, nou, dat is voor elk probleem is er wel ongeveer een, daar staat een geldbedrag tegenover. Ja, dat is nou een keer zo ontstaan, ook vanuit de behoefte, want wij organiseren niks omdat we denken dat het goed is voor iemand, laat het helder zijn. Wij inventariseren in dit veld met onze maatschappelijke organisaties ook van daar, waar ligt nou precies die behoefte. U heeft gezien de afgelopen jaren dat die behoefte, met name ook op het gebied van sport, zich heeft gemanifesteerd. Het Jeugdsportfonds wordt steeds meer en vaker gebruikt. Dat geldt in iets mindere mate voor het cultuurfonds. Misschien hebben we wat minder mensen die aan cultuur doen, ligt daar nog een opgave. Maar daar ook zeker gekeken naar het SOCU-fonds, een bekende fonds wat we al jaren hebben. Dan zien we wel een hele grote diversiteit in datgene wat men graag bekostigd zou willen hebben om mee te doen. Maar laat dat even helder zijn, om mee te doen aan de samenleving. Want het is altijd gericht op participatie. Of educatie, kan zelfs ook nog. Dus het is aan ons om die regelingen heel overzichtelijk in beeld te brengen. Via onze bekende kanalen, zeg ik altijd maar. Maar met name ook via onze groep. Daar heb ik nog niet eens genoemd. Want we hebben in onze gemeente Hardenberg een groep van mensen die te maken heeft gehad met schulden. Of hun belangenbehartigers rondkomen in Hardenberg. En u weet, als het goed is, van mij niet zo lang geleden nog een keer een boekje ontvangen met een minimagids. Die door deze groep zelf is ontwikkeld. En dat vond ik wel eigenlijk een fantastisch mooi idee. Want wij hebben gezegd, jullie zijn er beter in dan wij. En ik heb hem meegenomen. Kijk, als het goed is, heeft u die, kent u deze. En als het niet zo is, dan zorgen wij dat u er eentje krijgt. Maar die is gemaakt door de mensen zelf uit het veld. En dat, nou ja, ik zeg dan de beste informatie, want er staat ook een hele gewone ABN-taal, zeg ik dan maar, geen ambtelijke moeilijke woorden. Het is heel praktisch beschreven
En het is, ik vind het zelf een heel mooi product van zelfkracht, van zelfredzaamheid. En zij zijn voortdurend met ons ook in overleg, van hou ons op de hoogte. Want de veranderingen op dit terrein die gaan ook voortdurend door. Dus zullen wij ervoor zorgen dat u die krijgt? Dat kan, hè, Janine? We hebben hem digitaal, hoor. Dus anders krijg ik daar weer vragen over. Ja, en dan mevrouw Luiten. Het is inderdaad zo dat wij vaak zijn gebonden aan wet en regelgeving. En volgens mij is er nergens zoveel wet en regelgeving als op het gebied van werk en inkomen. Dat geldt veel minder voor WMO. Dat is gewoon zo. Daar hebben we veel meer beleidsvrijheid. Maar wij worden nogal gedicteerd uit Den Haag op het terrein van wettelijke schuldhulpverlening. We hebben natuurlijk onze eigen regelingen. Maar u kent natuurlijk ook de toeslagenwetten. Dat zijn weer rijksregelingen. Nou, soms word je horendol van alles wat er is, want dan moet mensen ook maar het overzicht op hebben. Die toeslagen die mensen krijgen, voor alle duidelijkheid, zorgtoeslag en huurtoeslag, die zijn voor de mensen wel ontzettend belangrijk, want die maken wel een groot deel uit van hun inkomen. Als ze die niet ontvangen, hebben ze nog veel meer problemen, zeg ik dan maar, dus die zijn er niet voor niets. Maar ik zou wel willen dat we lokaal eens wat meer ruimte zouden krijgen. Ik zou wel eens een eigen speelveld willen creëren. Dus in dat opzicht daagt u mij wel uit om dat eens te onderzoeken. Want ik vind dat wij te veel nog aan regels zijn gebonden. En dat moeten we elke dag maar weer uitleggen aan onze klanten. Dan moet weer een verordening komen en dan moeten weer spelregels bij. Nou, op laatst snapt niemand het meer. Dus ik ben zelf ook aan het nadenken over hoe zouden we dat anders kunnen organiseren. Waarbij we natuurlijk wel ook de ruimte dan zullen moeten krijgen. Ook vanuit Den Haag, zeg ik het maar wel eventjes. Want dat ligt wel gevoelig om met een eigen vrije ruimte te starten. Ik zou daar wel die uitdaging aan willen gaan. Hoe we dat gaan doen, daar moet ik nog even goed over nadenken. Maar ik weet niet of u een boek heeft gelezen, niet zo lang geleden, over het basisinkomen. Dat kan ik u nog eens van harte aanbevelen, want dat gaat hierover. Maar dat even terzijde, voorzitter. Ik ga door. Meneer Wilts. De financiële schuldhulpverlening. We hebben ook gezegd, we doen een onderzoek naar de kosten inderdaad. Maar ook we kijken ook naar zeg maar, de techniek. Dus het gaat om kosten, maar ook van hoe kunnen we de techniek en de kennis en de know-how zeg maar, meer naar binnen trekken. En we hebben, zoals u heeft kunnen lezen, daar ook een student op gezet van Windesheim. Nou, dat heeft allemaal iets langer geduurd. Maar we zijn ook nog in gesprek met de gemeentelijke kredietbank. Dus we hebben gezegd, voordat we dat definitief maken, moeten we even alle plus en minnen goed op rij zetten. Dus in de komende tijd, in de uitvoeringsperiode zeg maar, van dit plan, komt dat echt wel tot wasdom. Alleen het vraagt iets meer tijd dan we 2 jaar geleden zeg maar, hadden vermoed. Ook al omdat we vinden dat we respect moeten hebben voor de partner met wie we samenwerken. En ook niet te snel over 1-8 ijs willen gaan. Maar die intake die gaat uiteindelijk naar de gemeente toe. Dat kan ik u wel verzekeren. De wachtlijst. Mevrouw Dijk die kan iets zeggen over de wachtlijst, want ik heb niet zo'n actueel cijfer. Dan trek ik hem eerst even naar Humanitas, omdat toenertijd, toen ik u heb voorgelicht tijdens een van de raadsessies, wij ook over Humanitas spraken. Ze hadden op dat moment een wachtlijst. Dat kwam toenertijd door de uitvallen van de coördinator. Nu met het aanstellen van een nieuwe coördinator is die wachtlijst weggewerkt. Daarnaast is een goede ontwikkeling zichtbaar, waarbij Humanitas en Eurowijzer met elkaar afstemmen. Wie welke cliënt het beste kan helpen. En op het moment als het blijkt dat er een langdurigere ondersteuning nodig is, kan het zijn dat een cliënt door wordt verwezen naar Humanitas. Maar het kan ook zijn dat de expertise van Eurowijzer wordt ingevlogen. Rondom de gemeentelijke kredietbank zijn op dit moment qua aanmeldingen en intake zijn geen wachtlijsten. Wat wij in het afgelopen jaar wel hebben gezien, was dat er bij de rechtbank nog wel eens een wachtlijst ontstond op het moment als zij een beschikking moesten afgeven, waar het wachten op was. Recentelijk hebben wij met de heer Tingen, directeur van de gemeentelijke kredietbank, gesproken. En die geeft aan dat er nu gelukkig wel schot in de zaak zit en wel binnen de gestelde termijn een beschikking wordt afgegeven waarna het vervolgproces kan worden ingezet. Welke regeling dan ook van toepassing is. Dus op dit moment geen wachtlijst. Mevrouw Kelder, bedankt voor uw reactie. Mevrouw Hansen, ja, het bereik
Het bereik met name, nou, dat is waar we natuurlijk altijd naar streven. Door goede informatieverstrekking, maar ook door de contacten die we hebben via Samen Doen Teams uiteraard. Want we zitten veel dichter door de Samen Doen Teams, zeg maar, bij mensen zelf, letterlijk aan de huiskamertafel. Dat maakt het ook veel gemakkelijker om in je tas, zeg maar, mee te nemen het voorzieningenpakket wat je hebt. Dus in die zin merken we dat die lijnen ook veel korter zijn geworden. Dat betekent niet dat je daarmee iedereen bedient of vindt. Dat is ook een illusie, denk ik, want er zijn ook mensen die niet geholpen willen worden. Daar moeten we ook gewoon, zijn we ook van overtuigd. Maar we proberen wel het maximale daarin te bereiken. En als u het heeft over uitputting, nou, het zou natuurlijk niet zo kunnen zijn dat we straks zeggen van de middelen zijn op. Ik heb 30 wachtende kinderen voor mij. Dat zou ik niet acceptabel vinden als portefeuillehouder. Dus dan gaan we echt wel op zoek naar ruimte die daarvoor is. En misschien komen we dan ook nog wel bij u terug als raad om te zeggen van, kijk eens wat we hier aan ontwikkelingen zien. De behoefte wordt groter, want als u de stukken heeft kunnen lezen, dan is het verwachting ook vanuit alle kanten, het Sociaal-Cultureel Planbureau, dat er zeker geen sprake zal zijn, zeg maar, van een afname. Wat we wel zien is dat het nu de schulden enigszins stabiliseren, maar dat de lengte en de duur van de schulden enorm toeneemt. Dus, en ik heb ook gelezen dat hoe langer dat inderdaad duurt, hoe moeilijk het is. In het eerste jaar dat iemand nog schulden heeft, is de kans, zeg maar, op herstel het grootst. Maar na het tweede jaar wordt het al fors kleiner. Dat is echt de praktijk die dat uitwijst. Dus wij zullen de risico's financieel gezien zeker bewaken. En dat mag niet ten koste gaan uiteindelijk van de groep voor wie we werken. Ik ga naar meneer Bakhuis. Nou, ik heb volgens mij al iets gezegd over de toegang schulddienstverlening. Dat we dat zelf zoveel mogelijk willen gaan centraliseren. Er zijn gemeenten die zeggen, nou, we gaan het helemaal zelf doen. Maar dat gaat ons nu nog even te ver, want die expertise, vergist u zich niet in de technische kennis die iemand nodig heeft om dat goed te kunnen uitvoeren. Dat heeft alles ook met die wetgeving te maken. En wij zullen wel proberen om de effecten, zeg maar, ook van die intake, niet alleen in effect als het gaat om minder klanten misschien, maar ook in geld, uiteindelijk duidelijk te maken. Maar we zitten nu nog eigenlijk in die overgangsfase. U zegt ten aanzien van het participatiefonds, denk ook aan onderwijs. Nou, volgens mij hebben we dat ook expliciet benoemd als mogelijkheid. En dat blijkt ook wel uit het onderzoek wat we nu doen rondom het SOCU-fonds. Want als het goed is, weet u dat wij een enquête hebben uitgezet onder de gebruikers. En eigenlijk onder iedereen die te maken heeft met een minimuminkomen. Van waar heeft hij nou behoefte aan als het gaat om ondersteuning? En wij krijgen een regelmatige reactie terug. We komen daar nog een keer bij u op terug als we dat helemaal hebben uitgekristalliseerd. Maar wat ik heb gezien in de grove versie is dat men zegt van ja, we hebben ook wel te maken met schoolspullen. We hebben bijvoorbeeld een laptop voor een kind, hè, want alles gaat tegenwoordig digitaal. Ja, die kunnen wij als ouders niet betalen. School heeft niet de mogelijkheid om ze te financieren. Nou, kortom, daar ligt denk ik nog wel een opgave ook voor de toekomst, zeker ook richting het onderwijs. Maar dan zouden we ook naar de minister van Onderwijs moeten gaan kijken, denk ik dan maar. En u vraagt naar recente gegevens over kinderen in armoede 2013. Ik denk dat we die vraag mee kunnen nemen en dan even u schriftelijk laten doen toekomen voor de volgende keer. Ja? Ik kan u nog een aanvullende vraag stellen. Nou, misschien zijn geen aantallen bekend, maar kunt u iets zeggen of er een zicht is op afname of toename van de aantal kinderen die in armoede leven sinds 2013? Ik geef mijn assistenten. De trends op dit moment zijn dat er wel een toename is van kinderen in armoede. En daarbij is het ook goed om even de scheidingslijn te leggen tussen kinderen die opgroeien in armoede, met in de zin van weinig inkomen binnen het gezin, tot ook gezinnen waarbij twee verdieners kunnen zijn, maar met hoge schulden die bijvoorbeeld in een schulding of in een wettelijk traject zitten. En waarbij het besteedbaar inkomen heel laag is. Dus daar zie je wel een groei in. En er is, volgens mij is er weer een recentelijk rapport uitgekomen die daar ook informatie over geeft. Dus die zou ik u graag toedoen. Ja, ik denk dat het terecht is wat Janine Dijk zegt. Er zijn niet zo lang geleden allerlei rapporten verschenen, ook van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze zijn uitermate interessant om te lezen. Neem er wel even een avondje de tijd voor, want het zijn niet de meest compacte rapporten. Maar misschien kunt u het zich beperken tot de samenvatting dan. Maar wel interessant, want het geeft wel een hele goede ontwikkeling en teneur aan. En goed in de zin van duidelijkheid, laat ik dat maar zo stellen. Ik ga naar mevrouw Baarslag.
Ja, u heeft het over besteedbaar inkomen. Dat is ook een definitiekwestie. Ik begrijp heel goed dat u zegt van ja, je zou het eigenlijk op basis van maatwerk moeten doen. Maar wil je uitleg kunnen geven zeg maar, aan je beleid, dan moet je wel uitgaan van bepaalde normen. En die normen moeten wel voor iedereen gelijk zijn. Maar wat is dan die norm? Is dan de norm het besteedbaar inkomen? Nou, u heeft verschillende definities volgens mij kunnen lezen. Wij gaan nog steeds uit van de norm die we kennen binnen de bijstand. Als ik die goed heb. Maar verder met uw opmerking kan ik op dit moment niet zo heel veel doen. Dan zeggen van dat die normen die nu gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de basale zeg maar, levensbehoeften van mensen. Dus eten, wonen en ook nog een sociale activiteit. Want dat wordt ook meegeteld. Preventieve werking. Ja, dan zegt u voedselbank opheffen. Ja, dat zou natuurlijk, als dat kan. En we hebben daarmee de problemen opgelost. Dan mag die vanmorgen of vandaag gesloten worden. Nee, maar even serieus. Heel lang geleden, u heeft het zelf kunnen lezen in het stuk. 5, 6 jaar geleden, volgens mij, zaten we op nog een beperkt, wat is beperkt aantal. Dat is explosief gestegen. En dan niet omdat wij hebben gezegd van gaat u allemaal massaal naar de voedselbank. Blijkbaar is er toch een behoefte ontstaan. Interessanter vind ik veel meer, hoe komt het nou dat die behoefte is ontstaan? Heeft dat te maken met ons voorzieningenbeleid? Is dat dan te gering? Of zijn mensen toch wel vaak helemaal de weg kwijt? Weten ze eigenlijk ook niet meer waar het geld blijft? Want dat merken we heel vaak in gesprekken met mensen. Op het moment dat je de weg kwijt bent, dan interesseert je het soms ook helemaal niks meer. Er zijn mensen die gewoon hun rekeningen niet meer openmaken, omdat ze denken van nou, ik zie wel. Dus ik ben veel meer geïnteresseerd in gedrag van mensen dan uiteindelijk zeg maar in een voorziening als een voedselbank. Want dat is een voorziening die we, wat mij betreft, niet meer kunnen wegdenken zeg maar, in de huidige samenleving. Hoe jammer ik dat ook vind. Maar het is volgens mij geen kwalificatie van beleid. Dat wil ik ook maar aan de andere kant even stellen. Ja, dan de duur. We hebben dat bewust volgens mij bij het vaststellen van het beleidsplan in 2014 vastgesteld. U heeft daarmee ingestemd als raad. Als de vorige raad moet ik eerlijk zeggen. Van 5 naar 3 jaar. We hebben ook gezegd van, en dat heb ik volgens mij net al aangegeven, de kans op herstel zit er met name in het eerste jaar, soms nog in het tweede jaar. Nou, we vinden dat de mensen ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. En op basis van gesprekken die we daarover hebben gevoerd, ook met de gemeentelijke kredietbank, is ook gezegd vanaf 3 jaar is het best een hele ruime termijn. En je hoeft echt niet naar 5 jaar te gaan. Want als mensen van tevoren weten dat ze 5 jaar lang gebruik kunnen maken van een voorziening, dan zijn er ook mensen bij, en dat zien we gewoon in de praktijk, die denken, nou, ik zie wel aan het eind van die 5 jaar. Dus wij willen ook de druk bij de mensen, de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf laten. Daarom is daar ook voor gekozen, maar wel in goed overleg met ons maatschappelijk veld. Nazorg, ja, dat is een ruim begrip, daar heeft u de vinger op gelegd. Maar nazorg vinden we wel heel belangrijk, met name ook bij preventie. Want mensen die een beroep doen op eurowijze, die zitten nog niet in een heel duur schuldsaneringstraject. Die worden misschien gebudgeteerd een periode lang. En dan worden ze losgelaten. Maar we hebben ook gezegd, check nou eens even na een maand, 2 maanden, 1,5 jaar of ze nog steeds op eigen kracht door kunnen. Dat is de nazorg die ik bedoel. En dat geldt natuurlijk ook voor de langdurige schuldhulpverleningstrajecten, maar met name ook in die preventieve kant. Want daar gaat het dus vaak mis. Dan helpen we mensen even op weg. We laten ze los. Er gebeurt iets onderweg, want het kan ook zomaar een live event zijn, hè? Dat heeft u ook kunnen lezen. Werkloosheid, scheiding, noem maar op. Waardoor ze toch weer ogenblikkelijk in de problemen komen. Daar moet je er ook zijn, vind ik. Dus dat hebben we ook gezegd. De evaluatie, u heeft nu te maken met een tussenevaluatie. Voor u als raad denk ik belangrijk om te weten dat wij dus volgend jaar, 2017, het nieuwe beleid, dit is een tussenevaluatie gaan vaststellen. We willen laten u met dit document zien waar we nu staan. Dat is heel veel werk verzet, zeg ik dan maar. Met heel veel enthousiasme. Met name gericht op samenwerken met al onze kernpartners hierin. Want we kunnen dat niet alleen, nadrukkelijk. Maar we willen ook kijken hoe we in 2017 hiermee verder gaan. En waar gaan we ons dan heel erg focussen? En misschien is dat ook wel met de vrije ruimte die we nog gaan invullen. Wie zal het maar zeggen? Ja, dan vind ik de laatste een interessante die u noemt. Als u zegt van ja, moet je nou dat minimaal beleid nou zo promoten? Ja, ik heb van uw raad ook wel eens in zijn algemeenheid heel veel de opdracht gekregen van waarom
Bent u passief met die informatie? Waarom brengen wij informatie niet actief onder de aandacht van mensen? Die opdracht heb ik heel vaak meegekregen. Dus we hebben er alles aan gedaan, zeg ik dan maar, om ervoor te zorgen dat de informatie in ieder geval op het juiste niveau beschikbaar is. En gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar is. Dus we gaan ook nog goed kijken naar de begrijpelijkheid van teksten, hè, want dat is ook belangrijk. Maar vergeet u zich ook niet dat we in onze gemeente hebben te maken met een redelijk forse groep van laaggeletterden. Landelijk is 10% van onze bevolking laaggeletterd. Ik ben er erg van geschrokken van het getal, maar dat is wel zo. Dat geldt ook voor Harmberg. We hebben ook een laaggeletterdheid werkgroep hier. Maar als je dus niet in staat bent om iets te lezen, of te schrijven, of te rekenen, ja, dan ben je een grote potentieel heb je dan om uiteindelijk in die problemen te belanden. Dus wij hebben, ons beleid is tot nu toe van breng het zoveel mogelijk onder de aandacht van de mensen om wie het gaat. En als u vindt dat het anders moet, ja, dan hoor ik dat graag. Ik dank u wel, voorzitter. Nou, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Gelukkig gaan er ondertussen ook wat raampjes open. Dat was anders mijn voorstel ook geweest om inderdaad hier even wat verkoeling te zoeken. Want de discussie is nog niet zo verhit, maar het is hier wel ontzettend warm. Dat heeft meer met de klimatologische omstandigheden te maken. Zullen we eens even inventariseren of er nog behoefte is aan een tweede termijn? Ik krijg de indruk van niet. Dan is mijn vraag of dit een hamerstuk of een bespreekstuk zou moeten worden over 2 weken op de raadsvergadering. Bespreekstuk? Nou, gaan we het als zodanig op de agenda zetten. Gaan we door naar agenda punt 5. Dat is het nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Mulder, meneer Van den Berg, meneer Wilts. Dat was hem. Ik sla niemand meer over, gelukkig. Nou, dan beginnen we bij ons kersvers, tussen aanhalingstekens, raadslid meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. PvdA-fractie heeft vooruitlopend op mijn benoeming mij het dossier al gegeven. En ik heb de gok genomen het in ieder geval al voor te bereiden. Ik heb er geen grote zaken in gezien. Wat me wel opvalt in het raadvoorstel, bij het stukje risico's, dat er geen risico's zijn of niet van toepassing. Dat vind ik op zich bijzonder, want het is natuurlijk een structuur bestuurlijk met diverse geledingen. We hebben natuurlijk financiën, daarnaast informatie en rapportage belicht, waar ieder zijn rol in moet spelen. In de stukken staat wel iets over natuurrampen, calamiteiten en risk preparedness, maar dat zijn zaken op het gebied zelf. Ik vraag me alleen af, hoe zit het met organisatie en informatievoorziening? Dank u wel. Helder, dank u wel. Meneer Mulder, dacht ik, hè? Meneer Wils, sorry. Meneer Wils. Ja, voorzitter, van de Raad wordt instemming gevraagd met de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed op basis van het voorliggende dossier. En de fractie van de ChristenUnie kan niet anders zeggen dat onze positieve grondhouding van het voorgaande tijd voor die nominatie sterker is geworden. Er is nu meer draagvlak voor door enkele grenswijzigingen van Ommerschans gebied. En is verstevigd door de inwoners van Balkbrug wellicht een stimulerende werking kan uitgaan als dit allemaal door zal gaan. En dan komt waarschijnlijk naast het kopje koffie van D66, waar ze het in het verleden wel eens over hebben gehad, misschien ook nog een schandstaartje met slagroom aan het bezoekers wellicht naar voren. Dat hopen we maar. De fractie van de ChristenUnie heeft met grote waardering voor de opstellers het omvangrijke en degelijke nominatiedossier gezien en als het uitstekend beoordeeld. Lokaal is er voor ons het managementplan het meest van belang, zeg ik maar, voor de beheer en borging. En met name even de infrastructuur bij de Ommerschans, die zal goed geregeld moeten zijn om bezoekers te kunnen ontvangen. Voldoende parkeerplaatsen en een veilig oversteek van de Balkenweg en een informatiecentrum. Nou, dat zal er allemaal wel komen, nemen we aan. Maar zouden graag een duidelijke toezegging van de portefeuillehouder willen dat de plaatselijke belangen en natuurlijk ook de vereniging de Ommerschans nauw betrokken worden bij deze onderwerpen. Overigens is het gesprek met de vereniging Ommerschans, die ik onlangs had, gebleken dat zij grote waardering hebben over de meer dan voortreffelijke samenwerking
met de bestuursdienst Ommen Hardenberg in de persoon van de wethouders Schelen en de Vent en de ambtenaar Hubert Nolters. Dat mag ik dan ook wel eens zeggen hier op deze vergadering. Tot slot heb ik nog een vraag over het budget van €7500 lokale kosten. Wat gebeurt hiermee precies en wordt bijvoorbeeld de Vereniging Ommen Schans met de vele vrijwilligers en hun inzet hierbij ook nadrukkelijk betrokken en eventueel financieel betrokken? Tot zover. Oké, dank u wel. Mevrouw Kelder, toch nog. Dank u wel, voorzitter. Het is een onderwerp wat we als agrariër altijd met belangstelling, maar toch ook met enige vrees tegemoet treden. En ook in dit geval waren toch de argumenten van de agrariërs van ja, maar wij krijgen daar niks voor terug. We hebben alleen maar beperkingen. Ik zie nu geen agrariër hier, heeft niet ingesproken, dus denk ik van zijn alle argumenten aan de kant gezet of hoe zit dat, wethouder? Ik zie meneer Bakker reageren. Gaat uw gang. Mevrouw, heeft u contact gezocht met de lokale LTO-afdeling? Want dan had u antwoord kunnen krijgen op uw vraag, denk ik. Heb ik vast niet de juiste persoon gehad. Goed, dan gaan we naar meneer Van den Berg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, namens de CDA-fractie zullen we toch graag de klankbordgroep en de ambtelijke organisatie bedanken voor hun inzet. Want dankzij hun ligt er op dit moment een concept voor de werelderfgoednominatie met een breed draagvlak. Ook de CDA-fractie is verheugd hoe deze nominatie op dit moment eruit ziet. Maar toch hebben we nog een aantal vragen waar we graag wat meer duidelijkheid over zouden willen hebben. En een van die vragen is, voorzitter, dat de sideholder is de provincie Drenthe. En onze vraag is dan, hoe ver reikt hun macht? Want de provincie Drenthe heeft natuurlijk andere wensen als de gemeente Hardenberg. Verder staat erin dat het is een landkolonie en daar blijft uiteraard ruimte voor ontwikkeling. En de huidige regelgeving beschermt genoeg, staat er genoteerd. Maar als we op bladzijde 158 kijken, dan staat er de belangrijkste potentiële bedreigingen vormen de schaalvergroting en de vernieuwing van de landbouw en de verandering van het gebruik van de gebouwen door justitie. Hoe moet ik deze twee alinea's met elkaar vergelijken? Kunt u daar eens meer duidelijkheid over geven? Meneer Bakker had even de behoefte om te reageren. Ik wou zo meteen na het verhaal van de heer Van den Berg graag een aanvulling doen. Dank u wel. Oh, dat mag. Dan noteren we dat alvast. Gaat u verder, meneer Van den Berg. Oké, dank u wel, voorzitter. Dan nog even een vraag over de financiën. Er wordt gesproken over de financiën met allerlei cijfers. Het gaat over een getal van €150.000 op centraal niveau. 2 FTE's voor een programmabureau. 1/4 FTE per kolonie. 25.000 voor Hardenberg. Moeten we alle die getallen bij elkaar optellen? Of kan de wethouder een keer duidelijkheid geven hoe en wat de kosten zijn voor de gemeente Hardenberg? De kosten zijn dan tot 2017 en onze vraag is ook, wat zijn de structurele lasten na of vanaf 2018? En hoe gaan deze gedekt worden en hoe is deze verdeling met de gemeente Hardenberg en Ommen? En af en toe dan heb ik nog een klein geheugen en in de versie van 11 mei van 2012 staat bij dat de kosten in totaal zijn begroot op 7500 voor 2012 en 7500 voor 2013. En de maximale kosten zijn dan begroot voor Hardenberg voor de complete Ommen Schans voor 25.245. Hoe moet ik die cijfers vergelijken met de cijfers die in dit huidige stuk staan? Dan nog een vraag. De provincie wil de nominatie steunen en wil daar ook graag in participeren. Alleen in de omgevingsvisie en de cultuurnota worden de koloniën niet genoemd. En er staat ook in het stuk, dat is een onmissie. Alleen onze vraag is dat dit kan gevolgen hebben voor de subsidie en herbestemming. Hoe gaat het college dit oplossen? Of hoe gaat het college dit repareren om die mensen toch in aanmerking te laten komen voor die subsidie? En ja, verder sluit ik me graag aan bij de lovende woorden van de heer Wiltz over de vereniging van de Ommen Schans.
Oké, dank u wel. De aanvulling van meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. De aanvulling van de heer Berva die ook duidt op de zorg wat er in de toekomst wellicht als argumentatie richting de agrarische gebruik in het gebied kan plaatsvinden. Ik heb daar gisteravond nog even met de voorzitter van de lokale LTO-afdeling over gesproken. En vanuit de kant van de VVD ook een compliment ook richting de wethouder. Want het was toch in het begin een proces waar de omgeving behoorlijk van geschrokken is. Ook heel veel agrariërs heel erg van geschrokken zijn. Uiteindelijk is er een goede dialoog op gang gekomen. En dat heeft nu ook gemaakt dat ook bij monden van de voorzitter van LTO gezegd wordt van ja, eigenlijk is de kou wel uit de lucht. Ja, er is nog wel zorg voor over hoe het in de toekomst gaat. Maar voor nu hebben we dit met elkaar goed doorlopen. En ik denk dat dat nogmaals een heel groot compliment is ook voor de wethouder en de bestuursdienst. En dat wil ik toch graag hier gezegd hebben namens de VVD-fractie vanavond. Dank u wel, voorzitter. Bij deze, dank u wel voor die woorden. De wethouder dan, denk ik. Dank u wel, voorzitter. En dank voor het compliment. Dat geef ik graag door aan de ambtelijke organisatie. En met name de mensen in het gebied zelf. Want die hebben met elkaar dat mooie document opgesteld wat u volgens mij eind vorig jaar ook al een keer op tafel heeft gehad. Sommige vragen zijn wel wat redelijk technisch als het gaat om cijfertjes en zo. Dus ja, dat is een kwestie van of eerder vragen of ik moet ze beantwoorden na de tijd. Eens hoor. Dat hebben we niet paraat. Als het gaat om de vragen van de heer Mulder. Ja, de risico's. Ik denk dat het katern, want ik moet eerlijk zeggen, het katern om een schans. U heeft heel veel informatie gekregen. U heeft ook gezien dat zich partijen daar helemaal in uitgeleefd hebben, maar dat bedoel ik op een positieve manier. Want het verhaal van Ommerschans is natuurlijk prachtig. Ik vind het tenminste, ik ken dat nog niet tot een paar jaar terug, maar ik vind het een heel mooi verhaal. Dus ik zou ook willen aanraden, als u nog een keer tijd heeft om dat kertellen, als u het nog niet gedaan heeft, zeg ik dan maar nog eens een keer goed te lezen. Want dat is inderdaad het verhaal van Ommerschans zelf, die historie, tot en met de huidige actuele ontwikkelingen. En de risico's zijn in zijn algemeenheid beperkt. Ik bedoel, dat is ook nadrukkelijk onderzoeksobject geweest, zeg maar, van met name Landkracht. Dat is een gespecialiseerd bedrijf die alles dat in de puntjes uitzoekt. Het gaat over natuur, het gaat over ruimtelijke ontwikkelingen, het gaat over archeologie, ook niet onbelangrijk. Nou, daar heeft u van kunnen zien dat het risicoprofiel gewoon heel erg, in de algemene zin heel erg laag is. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor de financiën. Want als u, elke euro is er één, maar als u kijkt wat we hebben bijgedragen de afgelopen jaren. En als we straks inslagen om met elkaar zo'n bijzonder project te realiseren, dan durf ik dit te verantwoorden, zeg ik er maar. Meneer Wild, het schandstaartje, dat is wel een mooie, die zullen we erin houden bij de opening en wanneer we de nominatie krijgen. De infrastructuur, ja, daar wordt nu ook aan gewerkt. U heeft kunnen lezen dat we voor wat betreft de toekomst toe willen naar een bezoekerscentrum, want nu is het nog een ontvangstruimte bij, volgens mij, Hoeve 4, hè? Imstra, misschien kent u die, die doen dat met heel veel plezier. Maar we hebben ook gezegd, we willen toe naar een wat professionele informatiecentrum, zodat je groepen kunt ontvangen. Want ik merk met name nu ook het verhaal steeds beter bekend wordt, ook door de theatershows, door de boeken, is dat ook het onderwijs, ook het voortgezet onderwijs, steeds meer belangstelling toont. Dus we hebben ook gezegd, het is heel belangrijk om onze jeugd mee te nemen in de belangrijke geschiedenis van Ommerschans. Want als je het hebt over armoedebeleid, waar we hiervoor over spraken, dan is het daar eigenlijk begonnen. Dat is eigenlijk het begin geweest van het hele armoedeaanpak. En misschien moeten we daar nog eens een keer goed naar kijken voor wat betreft ons volgende beleidsplan. Wij hebben de plaatselijke belangen. U vraagt ook naar de betrokkenheid. We hebben juist gezegd in de aanloop naar het plan is het heel belangrijk dat we de plaatselijke belangen en de LTO, beide afdelingen, betrekken. Samen met de Vereniging Ommerschans. Dat gaan we ook doen straks. Natuurlijk, wanneer het gerealiseerd is, dan wordt het niet onbelangrijker, laat ik dat maar zo stellen. Juist misschien wel belangrijker. Want wij kunnen ook niet helemaal de effecten zien van zo'n nominatie. En dat bedoel ik niet in ruimtelijke zin, maar meer van levert dat bijvoorbeeld veel meer toeristen op. De verwachting is het van niet, dat we niet moeten denken dat hier in één keer miljoen mensen jaarlijks naartoe komen. Maar je weet het dus niet. Dus daarom wordt er ook gesproken over lichte recreatieve voorzieningen. Maar daarover willen we ook graag een gesprek voeren met die partijen. Dus er komt ook straks, en dat is de rol van de koloniemanager, want u had het over de inzet, iemand zei iets van de 0,25 FTE. Die koloniemanager heeft ook met name de taak om die partijen ook straks na de nominatie te verbinden. En ook mee te nemen, zeg maar, bij die ontwikkelingen. Dus die betrokkenheid blijft net zo groot en wordt die misschien nog wel groter dan nu het geval is.
En wij gaan uw vraag over de financiën, want de kosten die we hebben opgezomd, die zijn met name bestemd voor het totaal en voor de lokale unit manager, zeg maar. 0,25 FTE, dus dat is redelijk beperkt voor Ommen en Arenberg. Maar de kosten die de vereniging maakt, ja, die kunnen ze niet altijd zelf betalen. En wij hebben gezegd, we gaan kijken of we daar nog iets voor kunnen doen. Dus ook de middelen die we daarvoor kunnen vinden, die zullen ook zeker ten goede komen, zeg maar, aan goede initiatieven vanuit de verenigingen. Die hebben we tot nu toe eigenlijk alleen maar gezien. En volgens mij hebben we onlangs ook nog een toezegging gedaan voor een educatief boekje over de Ommerschans voor het onderwijs, waarbij de vereniging een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus dat blijft ook. Ja, mevrouw Kelder, volgens mij is de... Ik ga de woorden van meneer Bakker niet herhalen, maar dat is terecht. Ik denk dat LTO zeker in het begin een hele kritische, terechte houding heeft gehad. Dat heeft zich uiteindelijk vertaald in een gedragen advies, tot en met het allerlaatste toe. En volgens mij heeft LTO nog enkele technische vragen gesteld, ook nu weer over dit stuk. Die zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord. Dus we hebben ze van begin tot en met het eind meegenomen. En dat betekent niet dat we zeggen van nou, daar stappen we gemakkelijk overheen, want we letten ook wel op de toekomst. Hè? Wat voor ontwikkeling komt eraan? Er komt straks ook een nieuwe omgevingswet, hè? Dat weet u. Nou, wat betekent dat straks ook voor die ontwikkeling? Maar er staat ook wat dat betreft, moet ook oppassen dat we niet om een schans nou in één keer tot een probleem schetsen als het gaat om andere ontwikkelingen. Dat staat op zichzelf, maar moet het wel passen in de omgeving. Meneer Van den Berg, de siteholder. Provincie Drenthe een macht. Nou, het is niet zozeer macht als wel organisatie. Want we hebben ook gezegd, als het gaat om de 5 koloniën, dan is het wel belangrijk dat je 1 partij aanwijst uit de samenwerkende organisaties die het totaal bewaakt. Ook voor België heb ik zelfs begrepen. Of heeft België nog een aparte sitehouder? Straks is het de bedoeling dat het een gedeeld sitehouderschap wordt tussen Nederland en België. Drenthe doet het voor Nederland. En er zoveel jaar worden gewisseld en dan doet het Kempens landschap het namens de Belgische regering. Ja. En dat is niks anders dan zeg maar het beheer over het totaalhouden. Het is niet zo dat ze ons gaan opdragen om iets te gaan doen wat we niet willen. Laat dat ook helder zijn. Het heeft meer te maken met beheer in zijn brede zin. U wijst op de schaalvergroting in justitie. Dat is inderdaad een terechte opmerking die u maakt. Wat me wel in dit stuk heeft aangegeven, is dat er natuurlijk veldzicht is natuurlijk onderdeel van het hele verhaal. Hè. Ook al is het vroeger, maakt het geen onderdeel uit van de Ommerschans zelf, hè, want dat begon met de schans. Maar later, vanuit zeg maar de koloniën, is veldzicht ontstaan. Hè, jeugd en richting is een kamp, een rijkskamp. En die hebben natuurlijk de uiterlijke kenmerken nog die heel goed passen bij het verhaal van de Ommerschans. Want rijdt u maar door die lijn heen en u ziet nog die fantastische huisjes aan de linker en rechterkant. Veldzicht, dat weet u zelf ook, die is ook voortdurend bezig met haar toekomst. Nou, en men wijst hierop in dit stuk van let erop dat eventuele functiewijzigingen ook van invloed zouden kunnen zijn zeg maar, op de huidige status. Hè? Dus bij de opdracht die meegegeven wordt aan de siteholders en aan de gemeenten is van blijf goed in gesprek met Veldzicht om te kijken naar die ontwikkelingen. Niet dat het van vandaag op morgen verandert, maar stel dat er over 2 jaar volledig nieuw beleid komt bij justitie. En men wil bijvoorbeeld gebouwen afstoten, nou, dan moeten we daar wel over goed met elkaar in gesprek. Want als daar compleet iets anders komt, ja, dan heeft dat wel invloed zeg maar, uiteindelijk op de oorspronkelijk afgegeven nominatie. Niet de... Ja, dat mag. Even in het nominatiedossier is verplicht, ik dacht even uit mijn hoofd, hoofdstuk 3.3, potentieel mogelijke bedreigingen aan te geven in de verre toekomst. En dan praat je over 20, 25 jaar. Het managementplan gaat voor de komende 10 jaar, nou, daar zit het ook niet in. Maar het zou kunnen zijn, net wat je zegt, van stel Veldzicht gaat weg, dan moet je iets met dat gebouw. Hoe vind je een passende herbestemming? Over 20, 25 jaar, de schaalvergroting van de landbouw, wat ga je doen met mogelijk vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen? Je ziet het nu al. De verkaveling in het gebied is fantastisch voor de boeren, zeggen ze zelf ook. Maar over 25 jaar weet je niet. Dus moet je het benoemen als een mogelijk potentieel bedreiging en dan praat je over 20, 25 jaar. En niemand kan zeggen van speelt het ook in Ommerschans, want dat nominatiedossier is voor alle koloniën geschreven. Ja. Voorzitter, mag ik nog even een verduidelijkende vraag? Stel je nou eens voor dat op veld zegt, er komt een functiewijziging, en laat het dan maar over 20 jaar zijn, waar heel veel werkgelegenheid op kan brengen. Maar is in strijd met de nominatie van het Werelderfgoed.
Waar kiest het college dan voor? Nou, daar moeten we eens goed over nadenken. Ja, nee, dat vind ik een mooie vraag. Maar dat zijn wel kwesties, dat is precies wat wij duiden. De verwachting is niet op korte termijn, maar wij kunnen ook niet de toekomst voorspellen, zeg ik maar. Maar dan kan je wel voor dat dilemma's komen te staan. En dan, het eerste wat we dan denk ik zullen doen, kijk, de werkgelegenheid is natuurlijk ook belangrijk, laat het ook helder zijn. Maar dan liefst wil je van twee werelden eten, zeg ik dan maar. Hè. Dus dat is een kwestie van heel goed overleg en vroegtijdig delen met elkaar. Maar daar kan ik nu geen reactie op geven. Nee, maar goed. Misschien dan mijn opvolger. Financiën. Ja, dat is, volgens mij is het niet een optelsom van 150. Misschien kun je even kort toelichting geven, Rap. Ja. Die 25, dat is in 2012 genoemd. En Ommen en Hardenberg betalen exact hetzelfde voor het nominatieproces. Het nominatiedossier. Als in 2018 UNESCO zegt, de kolonies zijn werelderfgoed, dan heb je een landelijk bureau, programmabureau. En dat is die 150.000. Dat betekent voor Hardenberg 7500 voor het algemene gedeelte. Het lokale gedeelte, dat is je vergaderingen met je klankbordgroep, noem maar op. Nog wat werkzaamheden, dat wordt ook ingeschat op lokaal 7500. Dat betekent dat vanaf 2018 er wordt geraamd om structureel 15.000 euro in de begroting op te nemen. En vandaar ook dat er gezegd wordt in de kaderstelling van volgend jaar komen we daarop terug. En voor Hardenberg, voor Ommen is exact hetzelfde bedrag. En dat betekent, we hebben volgens mij de financiën tot en met 2017 zeg maar, geregeld. Dat is met de begroting 2016 ook al gebeurd. Alleen we hebben gezegd, vanaf 2018 hebben we een nieuwe situatie. Dus dan zullen we ook tegen die tijd bij de begroting komen met een voorstel hieromtrend. Maar dan komt u ook met een dekking voor die getallen? Daar ga ik uiteraard naar zoeken. Ja. En anders gaat u mij wel helpen, denk ik, toch? Dan de... Om een schansen, jij hoeft meneer Van den Berg over die 25.000. Volgens mij had dat veel meer te maken met de voorbereidingskosten die we hebben gehad vanaf zeg maar 2012, 13, 14, 15. Want we hebben heel veel voorbereidingskosten gehad. En met de kosten die nu hier worden gedeeld, dat heeft veel te maken met de nominatie zelf en beheermaatregelen. Als we UNESCO weer het erfgoed zijn. Als we dat krijgen, ja. Maar daar gaan we toch vanuit, neem ik aan. De provincie, ja, dat is voor vele mensen wat onduidelijke rol. Want Drenthe heeft natuurlijk vanaf het allereerste moment gezegd van wij trekken die kar. Veenhuizen is natuurlijk wat dat betreft natuurlijk een fantastische trekker, zeg ik dan maar even. Maar als het gaat om het aanhaken, dat heeft Overijssel is nu echt aangehaakt, ook financieel volgens mij zelfs. En als het gaat om die omissie, misschien kun je dat nog even toelichten. Want de ontbrekende tekst, zoals u bedoelde, zeg maar, voor de omgevingsvisie, dacht ik, ja. In de cultuurnota die pas is vastgesteld, is de kolonie als speerpunt aangegeven. Momenteel wordt de provinciale omgevingsvisie aangepast. Het blijft landbouwontwikkelingsgebied als primaat. De hele Vinkenbuurt, maar ook het gedeelte wat nu zeg maar, binnen de begrenzing valt voor werelderfgoed. En daar komt in de nieuwe verwijzing naar de koloniën. Dus er wordt een stukje tekst bijgevoegd. Over de koloniën van weldadigheid en dan specifiek de ombudschans. En de provincie heeft ook juist voor die rol gekozen om dan niet nu te gaan tamboureren en zeggen, kijk, het is fantastisch, want Drenthe heeft natuurlijk de kar getrokken. En ze willen op een passende manier aanhaken aan het traject, maar die passende manier vertaalt zich wel ook in de echte betrokkenheid en geld. Dus in die zin denk ik van zijn we heel goed op weg naar 2018. Ik dank u wel. Ik u ook. Ik ga even kijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ik krijg de indruk van niet. Bespreekstuk of hamerstuk? Bespreekstuk toch wel? Dan gaan we dat op die manier noteren. Ik denk dat op het moment dat je twee parallele sessies hebt, het heel ondemocratisch is om dit een hamerstuk te maken, terwijl sommige fracties niet vertegenwoordigd kunnen zijn. Oké. Nou, prima. Is genoteerd bij deze. Dan gaan we naar het volgende agendapunt, dat is de rondvraag. Wie heeft het? Wie wil daar gebruik van maken? Niemand, hè? Dan wens ik u wel thuis.